Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Nieuws Vandaag. Met actualiteiten uit binnen- en buitenland. Het allerlaatste nieuws hoort u hier als eerste. Welkom bij dit ingelaste journaal. Wat de onthulling had moeten worden over misstanden in de energiesector, liep eerder deze avond uit op een fiasco. Onbekenden hackten de persconferentie van Nederland Rechtdoor Kamerlid Ulrike Dossier en van haar ontbreekt sindsdien elk spoor. Onze reporter Ayoub Malik is ter plaatse in Eindhoven. Ayoub, wat kun je vertellen over de gebeurtenissen? Ja, Lucia, het is hier een bizarre avond. Wat eigenlijk de comeback moest worden van het Kamerlid, na alle consternaties rondom haar persoon eerder dit jaar, werd het opnieuw een poppenkast. In de persconferentie, die zou gaan over een klokkenluider in de energiesector, was eigenlijk inhoudelijk nog niks besproken tot er dit gebeurde. Dames en heren, ik denk dat we kunnen beginnen. Laat ik als eerste danken voor uw komst. Ik heb deze persconferentie laten beleggen omdat ik een stem wil, moet geven aan iemand die niet... Hallo? Jongens. Ja, Ayoub, een verwarrende situatie lijkt me. De persconferentie lijkt dus te zijn gehackt. Weten we door wie of waarom? Nee, de politie tast nog in het duister. Het enige aanknopingspunt wat ze op dit moment hebben, lijkt dit teken te zijn. Dit verscheen achter dossier en kwam ook tegelijkertijd in het gebouw uit alle printers rollen. Dankjewel, Ayoub. Ja, het lijkt het zoveelste hoofdstuk in het circus rondom dossier, nadat ze eerder dit jaar al meerdere keren in opspraak raakte. De vraag is nu natuurlijk, is dit een serieuze aanval op een Kamerlid of is het een publiciteitsstunt? De politie heeft de zaak in onderzoek en nodigt jou uit om mee te werken. Mag ik je welkom heten in de nieuwe Crime Diggers? MUZIEK.